misschien heeft u wat weten wil over dat hier de kamer even kijken. Dan is hij, dames en heren, slotfase. Voor de winnaar, na een tweede plaats gisteren dus de volgende nieuwe winnaar in Roosendaal, Lars Baijens. Hallo, Jurgen gaat nog een woordje verder. Hier is hij, Ruben Marijnissen. Uitstoten. België. Hoplaat ook van onderhand. We hebben een andere. Roosendaal boven, dames en heren. Voorman vanavond is Spado. Daar is er een 1,5 minuten en een klein beetje voor de nummer 3 van vandaag. De trein zit er in de zaak. Wat triest! Je nummer! Maar je nummer! Nou, zit nog niet ver achter. 3-3-9. Dan gaan we naar Putten doen. Niels kon uiteindelijk nog in die laatste opdracht aan over de Rissel komen. En pakt hij niet positie 4, maar 5. Is hij op? Ja, Jeroen Bouwman. Oh, daar is hij de rechtvulling. Jeroen, ja, inderdaad, daar gaat hij. Verrassend. Zeker, op nummer 10. In 1989 won Huub Maas de allereerste drumhoofd. Dat was in de tijd dat Huub ook nog veel aan het drummen deed. Maar die regio en pakt dan positie nummer 7. Als ik het de tel goed heb bijgehouden. Bravo, Gert. Van het Pinkenkerk. Ja, dat is natuurlijk geen idee. De laatste heeft 12. Heel veel tijd is aan zijn tempo zien in zijn laatste fase. En dat blijkt ook wel. Je nummer. Goed, hij zit dat voor Koen op hier. Inderdaad, hij trekt door. Eerste van de gasten. Ja, 3-3-6. En ook nog in de top 10 denk ik, Koen. Mooie tijd. Op de hand, tweede van de aardrijver, zet dat op, maar dat kan ik hem niet meer. Ja, let op, nu is het 46, ja, ik weet het wel. HP. 57. Jawel, dat doe ik wel. Ja, dat geeft niks. Weet je, ik ben waar ik zoveel train. 3-3. Lasse. 3-3-3, hè. Ja. 15 seconden. 61, 59 en 3-62. Weer een serie getrokken in Vermont. 2-40 kom binnen. Op daarin 500 meter van de hand van de batterij Roos. Maar het had even met de start te maken. 16, en daarom, daar gaan we onze eigen finishpartner door. Van de BK, Richter BK. Goed. Ja, dat is de 18e binnen. Zijn de finish van Rotterdam. En 3-4-7. We gaan kijken of Chantal daarmee de snelste dan al wordt. Dat is al een markt. Mooie finish. Mooi. Kom maar van het verder. WBTV, Havenkamp bij Partners. Dat is de hoofdsponsor van het totaal verleden jaar. We gaan weer de finish. De dame uit Colombia. Nou, Germa en Rijkers. Daar komt Germa. Ja, dat is het. Ik ben nog staat weer gewoon op de weg, maar ik ben in Oud-Kassel. Finish van Nico Rolligen, maar het beeld is. Ja, de jongen gaat ook naar binnen komen, dus ik ben nu bijna allemaal finishen. 4-0-3. Deze twee series. 2-50 ook, Aaske Groot ook, Verdorek, DVD. En de jongen Ruffelen, die voor de lange afstand gaat naar binnen komen. 2-49, 2-81. En dat geldt ook voor de Hekhoff uit het Vlaamse Brecht. 2-5. Staat op binnenkomen. TVB, Redaas. En 2-48 is aan de wit, de levenskaarten. Deze normaal deze aan de levenskaart. Komt u bij de binnen. De meneer de. Dan lopen we op het finish. Oh, dat is de kleinmakers. Dit is ja, ik hè. Je moet er wel een beetje in de buurt blijven. Dat is heel interessant. 2-7. Dat is de Rotterdamse. Ja. En de eerste loper komt naar je toe. Met dat nummer 503. Onderweg naar Jawad. De man met het nummer 114. Kees Akers hoek uit die worden verzocht voor een briefing in de hoek bij de busjes. Alleen van Leven komt binnen. Zet hem in de Steenbergen. Maar het dier om die story wat voor de deur is geweest, maar toch wel een voortrekkersrol verhulde in de jaren 80.
De Hoeven, hoor je toetrekking op de punt. Dan daarin de bedoelde was Cornelia Rood. OTH. Ik was ook het hoefde Duitse spanningens. Allemaal in Middelburg. Eerste van onze zwemloop. Ik onderbreek even dat we deze eerste doel opbinden met de tweede serie van Dijk. Hij klopt hier onderweg naar jouw buiten uit Zelderland. Komt die jongen hier. We zien hem hier al in het rood-zwarte tenue. Terwijl hij Habert hier voor deze man de klopt niet zo aflezen. Maar hij wint hem wel. Jens van Loveren. Was niet de beste maker die met mij heeft. Zo dat past ook een beetje. Daar is Jesse op 2. Kom op trouwens op de veld nummer 1 als nu hier het nummer 2 of 3. Welk nummer? 115. Heel vaak discussie bij de Nederlandse kampioen. En nummer 1. Olivier Laver. Hij is klaar. En dat geldt ook voor Mathieu van Oorlog. Je nummer? Nummer 12. Je nummer? Welk nummer heb je? Je nummer laten zien. Nummer 8 en nummer 13. En nummer 8 en nummer 13. En nummer 8 en nummer 13. En nummer 2 al loopt in de buurt. Kom aan, mijn skier, goed zo. 27 kwijt. Hoe ben je, Jan? Het is niet te geloven. Nou, veel te rechtdoor zie je wel. En dat is ook voor Jan in dit geval. De 505 combinatie zit op. Want Maria deed mee daar op de Ironman. En dat was natuurlijk leuk dat je de oorsprong van de sport al meegemaakt hebt. Dat komt dezelfde misschien ook nog een keer aan de start. Looi van de Lakker. Prima, 36, 35. Dochter van HP. Die eerder vandaag ook al mee deed. Dan gaan we naar 195, die nog te doen zijn. Dat is ook weer goed. Nou, dan zijn we nu niet veel meer die nog een rondje doorlopen. Kom op, dat is niet waar. Nu voorsprong. Ja, maar dat kan verder zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor Duke. Ook hij hier gewoon al op halen. Nummer 10. Nou, Rene Guardera. Heel goed in actie. En Annika, Annika Sprongs, dat wordt de overwinning. Dat is de plaats van Misha hier. Daar komt ze. Annika Sprongs is de snelste. Iedereen in de winning natuurlijk, want dat is 154 is van BWS, die wordt al 1,5 en 4,5, dat komt ook allemaal. Tot aan ons voor. 502 en 554. En dan heb je de baanindeling gekregen. En 54. Ron de Jonsen is de haast. 455. Goed. 331. Ja, 331. 1-1. Hier komt nummer 7. Dat is nog een bakker. En daar komt 150. Rudolf, Willem de Jong. 150, ja, 150. Zijn halve afstand. En 192. Dat is de wereldkampioenschap. Ja, de Maastad. 138, Jof. Ja, je bent er. Goed zo, prima. We gaan naar 199. En 56. 100. Nummer. Ja, daar Dat zijn de slimste. 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 Dat zijn
Je nummer? Ja, nummer. Zo dadelijk al onze atleten terug en veilig en wel. Applausje voor al die atleten, beste mensen.